Dit is nieuwsuitzending nummer 162 en die gaat over de boekbespreking van Rulers of Evil, een boek geschreven door Frederik Tupper Saucy en daarvan aflevering nummer 6. En dat doe ik samen met de zeer geëerde heer Jurk Kliesman en die ga ik nu bellen, want die zit al helemaal klaar. Ik zit al met smart te wachten tot ik bel. Hallo? Moin, moin. Moin, moin. Ik ga het goed in de gaten houden, dat je niet weer overstuurt. Zeg nog eens moin, moin. Moin, moin. Ja, nee, dus heb ik geen rode lampjes. Dit gaat goed. Dit moet helemaal goed gaan. Ik moet dus niet zo hard praten. Nee. Ik heb hier zo'n knopje. Dat is mijn gain control. Het is een hele ouderwetse machine, mijn hele ouderwetse machientje. Er gaat gewoon een normale microfoon in en dan heb je gewoon een gain. Ja, die moet je gewoon goed afstellen. En de vorige keer had ik dus een analoge oversturing, maar dat was niet zo heel erg. Dat viel eigenlijk wel mee. Ik heb die uitzending ook gewoon kunnen uploaden. Die van gisteravond, die staat er sinds vanmorgen op. Ik heb ze al gezien, Jan. Ja, wat vond je ervan? Ja, het was oké. Vond ik ook. Het was oké, het kan beter. Was niet slecht of zo, maar was goed. Ja. Ik heb eerlijk gezegd niet alles gekeken, want ik zei, dat is nog redelijk vers in mijn geheugen. Mm-hmm. Maar de eerste 20 minuten of zo en dan nog wat uit binnen en op het einde. Ja, heb ik ook allemaal gedaan. Ik controleer het altijd, want ik heb wel spijt gehad dat ik iets geüpload had en dat ik achteraf dacht van, moa. Dus ik controleer het altijd voordat ik wat upload. Mm. Oké, ik heb hem voorstaan. Ja. Dat is pagina 6 en dit is pagina. Ik weet niet welke pagina van de PDF dat eigenlijk is. Maar het is de laatste 29 in de PDF en 6 in het boek. Precies, 6 in het boek. En dat is de laatste pagina van hoofdstuk 1 en dan gaan we naar hoofdstuk 2 toe. Zal ik beginnen? Alsjeblieft. Fascisme mag dan een lelijk woord zijn voor velen, maar het openlijke embleem is kennelijk helemaal niet beledigend voor niemand niet. Het embleem van fascisme, twee van dat, staan aan de muur boven en achter het sprekerspodium. Want Rostum, ik heb het even opgezocht, dat is een podium. In de kamer van het huis van de vertegenwoordiging. Ze worden genoemd Vaskes. En ik kan geen enkele reden verzinnen dan een andere, dan dat hier verklaard wordt dat de natuur van Amerika, van de Amerikaanse republikeinse democratie, dat fascisme is. Een Vaskes is een Romeins apparaat. Eigenlijk komt het uit het oude Etruskië, waar de eerste Romeinen hun religieuze rechtsjurisprudentie, dat is rechtsgeldigheid, bijna 3000 jaar geleden hebben bereikt. Het is een bijlhoofd waarvan de handel, de onderkant. De greep. Zeg jij? Handel is greep. Waarvan de greep wordt gevormd door een bundel van takken strak aan elkaar gebonden zijn door een, en dat heb ik even niet opgegeven, een red sinew. Het symbool. Een rode lint. Een rode lint, oké. Okay. Nou, dat kun je eigenlijk vergelijken met dat rode lint dat je hebt in de vlag van de Vaticaan. Ja, dat dacht ik ook net aan, ja. Dat die twee sleutels met elkaar verbindt. Ja, ja. Ik maak hem er even af en dan mag jij gaan reageren. Het symboliseert de ordening van de priesterlijke ambten naar één onfeilbaar soeverein. Een autocraat die het leven en leden van zijn onderworpenen mag opeisen. Als de Vaskes omringd is met een laurier, denk ik, of lauwer? Ja, laurier is loorbeer, laurier, ja.
Zoals het stel op de muur van het huis. Dan definieert dat de keizeriaan, de keizerlijke militaire macht. De Romeinen noemden deze onfeilbare soeverein Pontifex Maximus. Supreme Bridge Builder, de ultieme bruggenbouwer. Geen Romein was zo genoemd totdat die titel was gegeven aan Julius Caesar in 48 jaar voor onze jaartelling. Vandaag de dag is de Pontifex Maximus Paus Johannes Paulus II. Maar dat was toen en nu mag jij. Ja, waar moet ik beginnen? Ja, pak hem eens op. In een interview dat Greg Semensky, toen nog noemde hij nog Greg Semensky, vandaag noemt hij Greg Anthony, gevoerd heeft met Tapasosi 2006, vlak voor diens dood, heeft Tapasosi gezegd dat die fascisten zijn opgericht in de Amerikaanse congres in 1945, na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Dat vond ik heel interessante informatie, maar dat is verkeerde informatie. Want je kunt al beelden zien van de Amerikaanse congres waar die vastgestaan uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog met Woodrow Wilson als president. Maar het zijn uiteraard andere vastges. Dus waarschijnlijk, in plaats van te zeggen van die waren er toen geïntroduceerd, had hij moeten zeggen ze werden vernieuwd. Die vastges die je vandaag in de Amerikaanse congres ziet, zijn van grote, veel groter als die er eerst waren. Ja. En het is uiteraard een symbool van een soevereine, dus een onafhankelijke leider van een land. Een soeverein, een despoot, kun je ook zeggen. Oké, okay. Ja. Gelijk een keizer is, gelijk de keizers van de Caesare in feite. Caesar is ja ook een ander, is ja ook maar een ander woord voor keizer. Hè? De Caesaren uit het oude Rome. En die hun machtssymbool was dat. En wat de mensen niet begrijpen, is dat de paus Caesar is. Nu zullen ze zeggen van, ja, waar halden Jörg dat weer vandaan? Awel. Ik heb hier een beeld. Dat kun je dan eens een keer in je video inwerken. Zijn je daar nu mee bezig met uw video? Ik sta nu te screencasten, ja. Dus je doet dat. Dus dan kun je dat er al in doen als ik je dat geef, hè? Ja, precies. Als jij nu gaat skypen, kan ik het naar voren halen, ja. Ja, ik zal het je direct doorgeven. Wacht, ik moet even de file location openen en dan Skype open doen hier. En dan zo, en dan ga ik je dat doorsturen en dan kun je dat direct in je video inbouwen. Ja, Wat is dat? Dat is een beeld van Paus Franciscus, hoe Antichrist Francis the First in 2015 in de Amerikaanse congres kwam en begroet werd gelijk een god, gelijk een voetbalstar, gelijk een acteur, weet ik veel. Kent dat wel, die zijn groepies heeft. Hè? Iedereen strikt zijn hand uit. Een paus, touch me. Ja, touch me. En daarbij heb ik een tekst geschreven. Dat komt uit een schrijven van Paus Pius IX, Pio Nono. Ja. De langst regerende paus in de geschiedenis van het pausdom. Uit de 19e eeuw. Ja. Die in zijn discursie op zijde 253 schreef. De Caesar die je nu aanspreekt, die jou nu adresseert. En aan die alleen gehoorzaam en trouwheid toestaat. Or in Engels, the Caesar who now addresses you and to whom alone are obedience and fidelity due. Ja, alleen aan hem zal je gehoor hebben. All hail Caesar. Ja. The paus is Caesar. The paus is de keizer van Rome. De paus is de moderne Caesar. Daar is niks aan veranderd. Die heeft zich alleen verstopt. Ja. Onder het doek van het christendom. Ja. Het foute christendom. Ja, daarmee, ja, natuurlijk. De Romeins-Katholieke Kerk is in de allereerste plaats een politieke macht. Ja. En de titel Pontifex Maximus, die de paus doorheen zijn heel geschiedenis bijna heel die tijd gedragen heeft,
is daar bewijs van. Nu, daar was een tijdje tussen 300 en een beetje en 600 en een beetje dat de paus de titel Pontifex Maximus niet droeg, omwille van dat die dat afgelehnt heeft. Ik kan niet meer zeggen, welke dat is, dat moet ik opzoeken. Mhm. Maar een van die Pausen heeft toen gezegd van, ik moet den Titel nie hebben, of van die Cäsare, ich will die Titel nie hebben, Pontifex Maximus. Mhm. En die werden pas in 606 teruggegeben. Okay. Und da, in 606, beginnt die Zeit te regnen van de 1260 jaar, de 1260 dagen, de 3,5 maand, de 3,5 jaar, de 42 maanden, die in verschillende profetieën in de Bijbel voorkomen van het regeren van de Antichrist. Ja. Van 606 tot 1866, als de Fransen hun leger uit Rome afgetrokken hebben, dat er stond ter bescherming van de paus. En het gevolg was dat de laatste pauselijke staten overgingen aan de Italiaanse Republiek en de paus zijn temporaire macht, zijn civiele macht, verloren heeft. Mm-hmm. Dat waren de 1260 jaar. Pas op, dat is een nieuws dat ik je hier geef, dat gaat tegen alles in wat overal op het internet geleerd wordt. Iedereen gaat u zeggen, en ik heb dat vroeger ook geloofd, de 1260 jaar zijn van 538 tot 1798. Mm-hmm. Nee, ze zijn van 606 tot 1866. En dat is ook belangrijk, want in feite daarmee in één gaat het volgende. Daarna heeft de paus zich in de Vaticaan opgesloten. De Vaticaan was een gevangenis. Maar een gevangenis waar de sleutel aan de binnenkant stak. En geen paus is in die tijd tussen 1870, waar dus die laatste Vatican State zogezegd weggenomen werden van hem. Geen enkele paus is in die tijd van 1870 uit de Vaticaan gekomen tot 1929. Het tekenen van de Laterane Verdrag tussen Mussolini en Paus Pius XI. Toen gebeurd was, wat dus de paus terug de wereldelijke macht teruggaf. Ja. En dat is het ogenblik wanneer die wonde, die in Openbaring 13 besproken werd, begint te genezen. Mysterieus. Maar nu ben ik natuurlijk van de fascies helemaal weggegaan. Ja. Maar de rest was misschien ook interessant om te weten voor de een of andere luisteraar. Maar dus die fascies, die Tapassos daar verkeerdelijk zegt, die daar na de Tweede Wereldoorlog aangebracht zijn, die zijn vernieuwd geweest, die waren er daarvoor ook al. Mm-hmm. En die zijn heel schoon in het beeld als je de paus daar ziet spreken in zijn bezoek 2015. Ja. En daar spreekt dus echt de keizer van Rome vanuit zijn podium in de tempel van Jupiter, rechts en links geflankeerd van de fascies, tot de Amerikaanse regering, en vertelt die hampelmannen wat zij de volgende jaren te doen hebben. Hmm. Welke beelden. Welke beelden ze moeten maken. Hij draagt iedereen op om een beeld te schetsen. Een beeld van angst is het altijd. Hè? Wat hij ook in 2015, toen was hij toch bij het congres. En dan gaat hij het hebben over global warming. En acceptatie van weet ik veel wat. Over global warming heeft hij met één dag later gehad, als hij door de Verenigde Naties gesproken heeft. Hè? Oh, was hij bij de Verenigde Naties, ja. Maar angst aanjagen of zo. Goed. We hebben dus momenteel, hebben Franciscus de Eerste. En dit boek is van de tijd van Paus Johannes Paulus II. Dat was 78, hè, dat hij aankwam. En ergens in 1980... Het jaar van de pauzen. Van de twee pauzen, ja. Het drie pauzen. Drie? Mm-hmm. De eerste die gestorven was, welke naam dat was, ik denk dat was Paul de Zesde. Natuurlijk, als ja. Als ik niet mis ben. Ja, ja. Paul de Zesde was gestorven, dan is die opgevolgd geweest door Johannes Paulus de Eerste. Mm. Die heeft 33 dagen geregeerd, ja. Dan werd hem begiftigd en dan kwam Johannes Paulus de Tweede. Ja. Dus de drie pauzen, het jaar 1978. Ja. Ja. En hoe lang heeft Johannes Paulus geregeerd dan? Van 78 tot 2005, dan is hem gestorven. Hè? Oh ja, dat stond toen in de krant. Dat George Bush die ging allemaal kijken en zijn vrouw was erbij. Er was voorbaar een hele grote foto hier. George Bush heeft zijn papa meegenomen, Clinton zat er ook. Ja.
allemaal kijken. Ja, ongelooflijk. Daar zijn foto's van, die kunnen je ook in de video zetten als je daaraan denkt en als dat gaat. Maar... Ja. Ach. Maar goed, nou mag jij een stukje doen. As we shall discover. Also, zoals we in het volgende kapitel zullen ontdekken, houdt niet alleen Johannes Paulus deze titel alleen. Hij deelt deze met een mysterieuze partner. Een militairse man. Een man die een bureau, een office houdt. Ik weet niet hoe zeg je dat in Vlaams. Een ambt houdt. Een ambt is beter, ja. Een ambt houdt. Dat bekend was voor meerdere meerdere eeuwen als Papa Nero. De Black Pope, de zwarte paus. En ik zal u bewijzen presenteren dat dat huis dat de house fascists represent the Black Pope who indeed rules the world. Ah ja, dat deze fascists in het representantenhuis van Amerika niks anders presenteren als de zwarte paus. Eigenlijk de wereld echt regeert. Ja. En nog een stukje later zal ik onthullen wat heel zeker een controversiële hypothese gaat worden. Mm-hmm. Namelijk dat de zwarte paus bij goddelijk bepaald is voor het ultimatieve goede van de mensheid. Ja, voor het uiteindelijke goede voor je, voor de mensheid. Ja. Het uiteindelijke welzijn. Ja, ik heb de vertaling niet gecontroleerd. Ik heb dat nog nooit in Nederlands. Nee. Ik vind het ook moeilijk hoor. Ik zit ook met de worstelen. Ik heb dit vanmiddag heb ik er een aantal dingen gewoon opgezocht met translate.google. Mm, ja. Om gewoon een beetje feel te krijgen. Nee, dit is wel duidelijk. Want hij staat gewoon af dat hij dus zegt dat hij gaat laten zien dat de zwarte paus, dat die dus regeert bij goddelijk recht. En dat hij dat doet voor ons ultieme goede doel. Ja, dan moeten we dus gaan naar kapitel 24, het teken van Kain, het mark van Kain, the mark of Kain. Daar komt dat uiteraard in voor. Den punt is gewoon, die tapasauce hier wil maken, die mensen die je denkt die regeren, zijn niet die mensen die je regeren. Ja. Wie heeft dan nu al eens een keer van de zwarte paus gehoord? Hè? Dan bestaat ook nog een rode paus, dan bestaat ook nog een grijze paus. Maar wie heeft er al eens een keer van de zwarte paus gehoord? De meeste mensen niet. En als ze aan de zwarte paus denken, dan denken ze aan Darth Vader of zoiets. Hè? Uit Star Wars, hè? Ja. Bij wijze van spreken. Hè? Ze hebben geen flauw idee dat die mensen zich hier op deze aarde daarmee kapot lachen met al die leugens die de mensen voorschotelen en dat ze dat allemaal zo slikken. Ja. De zwarte paus is, en dat is bijna over het hoofd gelezen, gelijk dat ik daar juist voorgelezen heb, hij deelt zijn ambt met een mysterieuze partner in militairse man. Dat is wat de meeste mensen niet weten. En zeker in dat landje waar ik hier leef, België, dat is zo verslaafd katholiek, dat is al niet meer normaal. En de orde van de Jezuïten is geen normale monnikenorde, zoals de Franciscaners of de Dominicaners of weet ik veel welke monniken dat je daar kunt noemen. De orde van de Jesuiten, de Compagnie de Jesus, zoals het noemt, Compañía de Jesus in Spaans, ja, de Compagnie is een militaire begrip, werd opgericht met een pauselijke bull die onder de naam Regimini Militantis Ecclesiae is, dat niks anders betekent als de kerk in oorlog, of de kerkelijke krijger, of krijgsheer, of hoe je het ook wilt noemen in Vlaams. Ja. Dus dat is een militaire orde. Dat is geen monastische orde, gelijk alle anderen. Dat is een militaire orde. En aan de top van een militaire orde staat een generaal. Ja, natuurlijk. En dat is de zwarte paus.
En dat is onze basis. Niet alles voor wegnemen natuurlijk. Hè? Ja, 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 maar dat is gewoon waar dit boek naartoe gaat. Hmm. Ook voor mensen die niet alle uitzendingen uit gaan luisteren, dat ze nu al weten hoe het zit. En degene die het zeker willen weten, ja, die moeten gewoon naar ons blijven luisteren. Nou, wie dat niet uit gaat kijken, denkt dat hij met alles al weet. En als hij denkt dat hij met alles al weet, dan is hij goed. Dan moeten wij er sowieso niet verder doen. Maar er zijn er nog heel veel nieuwsgierig. Ik zit nou op voor de derde keer en ik weet nog lang niet alles. Dus. Nee. Ik zit nou op pagina 31 van de PDF. Ja. En dat is de tekening van de apostolische nunciatuur. Zeg ik maar even, van de Verenigde Staten van Amerika. Ja, dat is de apostolische ambassade. Een nunciature is niks anders dan een ambassade. Ja. Dat is dus in feite de ambassade van de Vaticaan, van de zogenoemde Holy See. Ja. In Duits zeggen we niet Heilige See, maar we zeggen Heiliger Stuhl. Wij ook, Heilige Stuhl. Ja. Heilige Stuhl, ja. Ja. Dus de ambassade van de Heilige Stuhl aan de Verenigde Staten van Amerika in 3339 Massachusetts Avenue in Washington DC. Yes. 3339. Wel, 3 plus 3 plus 3 is 9, plus 9 is 18. 18 is 3 keer 6. 6, 6, 6. Ja, zo kom je er altijd weer op uit. En deze tekening heeft hij zelf gemaakt, hè? Ja, ja, die tekeningen heeft Tapasosi zelf gemaakt in dat boek. Die heeft veel schettingen zelf gedaan. Dat was een kunstenaar, hè? Vooral een muzikant, hè? Ja. Een musicien, hè? Oh ja. Heb ik hier hoofdstuk 2, Missionary Adaption. Mm-hmm. Die heb ik dan qua vertaling nog niet voorbereid. Maar we proberen gewoon een stukje ver te komen, ja? Zal ik even beginnen? Tuurlijk. Weinig mensen zijn zich bewust dat de Romeins-Katholieke Kerk in Amerika officieel erkend is als een staat. En hoe dit gekomen is, is interessant. Ja, en mag ik u daar eventjes een keer onderbreken? Ja. Dat is een zin, die kun je niet zomaar lezen, Perry. Mm-hmm. Weinig mensen zijn zich daarvan bewust dat de Romeins-Katholieke Kerk in Amerika officieel herkend is als een staat. Mm-hmm. Dat is niet alleen in Amerika zo, Perry. Oh ja, ja zeker. Dat is overal waar de Vaticaan een ambassade heeft. Een ambassade heeft, dat heeft hem overal. Ja. Ze herkennen altijd de Romeins-Katholieke Kerk Vaticaanstad als een eigen staat. Dus we hebben hier een combinatie van staat en kerk. Absoluut. Precies dat wat je niet wil. Voilà. Ja. En waarom wilde je dat niet? Ja, ja, ja. Ik ben protestant. Omdat je geloofsvrijheid wil hebben. Ja, natuurlijk. Ja? Je wilt de vrijheid hebben dat de staat u niet zegt wat jij moet te geloven. Hè? Ja. Kijk, de reden dat God 10 geboden gegeven heeft, waren er natuurlijk vele redenen, maar een van de redenen was, deze 10 geboden zijn opgedeeld in 1 keer 4 en 1 keer 6. Mm-hmm. De eerste 4 geboden gaan daarover hoe dat God bepaalt welke relatie de mens met zijn God zou moeten hebben. Uh-huh. I am the God who took you out of Egypt, and you shall have no other gods before me. Ja. Ja? And thou shalt not make unto you any graven images, neither of anything that is up in heaven, or that is in the earth, or that is in the water under the earth, and thou shalt not bow thyself down to them, and you should not use the name of the Lord thy God in vain. Mm-hmm. And remember the Sabbath day to keep it holy, because in 6 days the Lord God made the heavens and the earth, and rested on the seventh day and sanctified that day. Mm-hmm. And thou shalt not work, enzovoort. Ik ga ze nu niet helemaal compleet oplezen, maar deze eerste 4 geboden gaan daarover hoe dat de God die ons geschept heeft, die de hemel geschept heeft, de aarde geschept heeft, die alles geschept heeft wat er is. Mm-hmm. Hoe dat die bepaalt hoe dat wij, geschapen mensen, met hem moeten omgaan. Mm-hmm. En dan geeft hij ons nog 6 andere wetten mee. En in deze 6 andere wetten zegt hij ons hoe dat wij met elkaar moeten omgaan. Mm-hmm. Dus,
dat hoe dat wij met elkaar moeten omgaan, kundigen noemen zijn de wetten van de staat. Zijn de wetten van die wij ook in onze staat hebben. Want in onze staat mocht je officieel eigenlijk ook niet vermoorden. Ja. Officieel mocht je ook niet liegen, de onwaarheid zeggen. Mm-hmm. Huh? Officieel ja. mocht je niet begeren wat je buur heeft. Want als je dat begeert, dan gaat het van hem afpakken. En als je van hem afpakt, dan zijn je slecht bezig. Hè? Dan ja. steelde je. Ja? Mm-hmm. Ja? Dus gaan we dan een keer zo laten. Die zes geboden, die gaan over hoe dat de mensen met elkaar moeten omgaan, dat is min of meer hoe dat de staat eveneens regelt, hoe dat mensen met elkaar gaan omgaan. Mm-hmm. Maar de eerste vier geboden is hoe dat God regelt, hoe dat wij met God moeten omgaan. Ja. En dat probleem is, als je een combinatie maakt van kerk en staat, dan gaat de staat zich er mengen in de eerste vier geboden. Mm-hmm. En dan ga je zo gevaar krijgen, bij wijze van spreken, van wat gebeurd is in 321, als Constantijn, hoofd van de staat, van het heidense Romeinse Rijk, mm-hmm. bepaald heeft dat de dag van Gods aanbidding ja. niet meer de zevende dag van de week zaterdag is, mm-hmm. maar de eerste dag van de week zondag. Ja. Dat krijgt hij dan. En dat is een ingreep van de staat in de eerste vier geboden. En daar heeft de staat helemaal geen toegang toe. Nee, dat zou ik ook helemaal niet willen. Maar dus als je kerk en staat met elkaar combineert, dan vervaagt deze grens. Mm-hmm. Snap je? Ja, ja. Ik en dat heb je uiteraard in de Romeins-Katholieke kerk, omwille van dat die in de eerste plaats een staatsvorm is. Ja. En dat is in feite niet veel anders, Perry, daar zijn zich weinig mensen van bewust. Dat is in feite niet veel anders als met het islam eveneens. Mm-hmm. Het islam is niet een religie. Het islam is een complete levenswijze. Staat en kerk bijeen. Ja. Lijkt de Romeins-Katholieke kerk. Daarom ook weer een bewijs daarvan dat de Romeins-Katholieke kerk het islam uitgevonden en in de wereld gebracht heeft. Ja. Daar moeten we nu niet over discussiëren. De gelijkenissen tussen deze twee zijn zo enorm dat het gewoon anders niet kan. En bewijzen zijn ervoor genoeg. En ik heb daar nu geen goesting om op in te gaan. Jij waarschijnlijk ook niet. Maar het is voor de mensen iets om over na te denken. Want waarom? Ja. Dat probleem is toch, Perry, die mensen beschouwen de Romeins-Katholieke kerk niet als hun vijand. Maar ze beschouwen wel de islamisten of de moslimen als hun vijand. Even overnieuw. Die mensen? Die mensen beschouwen niet de Romeins-Katholieke kerk als hun vijand, maar ze beschouwen momenteel de islamisten, de moslimen, als hun vijand. Zeker toch met... Oh, je bedoelt mensen op de straat, bedoel je? De burgers. Toch zeker als je daaraan denkt aan die problemen die wij overal in Europa hebben, nu met die zogenoemde refugees, dingen daar. Hoe noemt dat daar in Vlaams? Refugees. Wat vluchtelingen. Is dat? Vluchtelingen. Ja. Met de vluchtelingensituatie die wij hebben. Ja. Daar wordt ons toch angst en bange gemaakt, alleen maar voor omwille van die islamisten. Mm. Ja? En niemand ziet een olifant in de kamer, die eigenlijk de Romeins-Katholieke kerk is. Ja. En dat zijn geen vluchtelingen, mm-hmm. nee, dat zijn buitenlandse indringers. Ja. Zowel de islamisten, die als zogenoemde vluchtelingen, mm-hmm. of in Amerika zegt men ja ook, spreekt men ja ook altijd van de illegal immigrants, ja. illegale immigranten, totaal oxymoron, maar zwart. Ja. Dat is een situatie die wordt totaal verkend, ook bij ons hier in Europa, maar die echte gevaar zien ze niet. De Romeins-Katholieke kerk is een staat, Perry. Wat wil dat dan zeggen? Ja, ja. Als die staat zich neerzet in een andere staat en dan die staat gaat regeren, ook dat nog, ja. Dan is die andere staat dus niet meer soeverein. Hè? Mm-hmm. De Verenigde Staten zijn niet meer soeverein, onze landen in Europa zijn niet meer soeverein. Waarom? Omdat we geregeerd worden door de Romeins-Katholieke Kerk die in onze staat is. Die hebben overal een schaduwregering en dat noemt men diocesen. Ja, ja, ja. Ze zijn samengevat in met de bisschoppen en een aartsbisschop en bovenaan staat een kardinaal en de kardinaal is de zoon van de paus. Oké. De kardinaal is de zoon van de paus. Van 100.000 en we zijn nog maar met de eerste zin van het kapitel bezig. Maar je moet mij excuseren, ik vind dat veel te belangrijk Natuurlijk, om deze zin gewoon een keer te lezen. Sommige mensen zijn zich
few people seem to be aware. Dus maar weinig mensen zijn zich daarvan bewust dat de Romeins-Katholieke Kerk in Amerika officieel herkend wordt als een staat. Mensen, niet alleen in Amerika, dat is ook bij jullie in Nederland zo, dat is bij ons hier in België zo, dat is in al onze Europese buurlanden zo, dat is overal zo. Ja, ik heb ook in de uitzending over de valse vlagoperaties, heb ik even stilgestaan bij het feit dat het Vaticaan, dat is niet een gewoon lid van de Verenigde Naties. Het is helemaal geen lid. Nee, het is toezichthoudend lid. Het is helemaal geen lid. Het is een lid dat... de Vaticaan, de Holy See staat... Nee, ze hebben toezichthouderstatus, dat hebben ze, ja. Ze hebben toezichthouderstatus en ze hebben diplomatieke immuniteit. Ja. En dat wordt heel goed besproken op pagina 204, 205, 206 en 207 van The Global Vatican. Oké, dat is van Rooney. Door het boek van Francis Rooney, ja. Ja. Ja, dat is geweldig. Kan ik het bijhalen? Ik heb dat boek hier. Kan ik dat ook nog een keer voorlezen? Maar ja, dat is dan allemaal in Engels en we zijn bezig met Rulers of Evil. Nee, precies. We gaan even een stukje van hoofdstuk 2 afhappen, hoor. Ja, ja, doe maar. Oké. Al vroeg, toen hij was, al snel nadat hij was aangesteld, heeft Ronald Reagan Vaticaanstad uitgenodigd, waarvan het hoofd de paus is, om zijn eerste ambassade te openen in Washington D.C. Zijn heiligheid reageerde positief en de ambassade, oftewel de apostolische nunciatuur van de Heilige Stoel, opende officieel op 10 januari 1984. Kort daarna was er een klacht ingediend tegen president Reagan bij het District Hof van Philadelphia van de Verenigde Staten door het Amerikaanse Joodse Congres. De Verenigde Baptistische Commissie op publieke zaken, de Zevende Dag Adventisten, het Nationale Concilie van Kerken, de Nationale Vereniging van Evangelisten. En Amerikanen Verenigd voor de Scheiding van Kerk en Staat. De klagers wilden dat het Hof zou verklaren dat de regering, de administrations, de regeringen. De administratie, de regering, ja. Ongrondwettelijk had gehandeld om de Romeins-Katholieke. Even kijken hoor. Granted to the Roman Catholic faith privilege that were being denied. Om het Romeins-Katholieke geloof privileges in te nemen. Ja. Ja. Die werden andere religies voorgehouden. Exact, ja. Want als de als de paus natuurlijk een ambassade mag hebben in Washington, dan mogen de Pentecostals dat natuurlijk ook. Dan mag de Zevendaags Adventisten mogen dan ook eentje hebben. En de Lutheranen mogen dat ook hebben. Ja. En de Baptisten en de Methodisten en noem ze maar allemaal op. Precies. Waarom wordt hier, daar hebben ze dus tegen geklaagd, de Romeins-Katholieke Kerk, het Romeins-Katholieke religieuze systeem, wordt hier voorgetrokken ten opzichte van alle andere zogenoemde religies, want die mogen vertegenwoordiging hebben en andere mogen dan niet. Inderdaad, ja. Het is wel interessant wat nu komt. Het is een beetje moeilijk allemaal om te vertalen, maar jij doe maar. Ik ram er maar gewoon in. Op 7 mei 1985 was de rechtszaak afgewezen door de hoofdrechter John Fulham. Hij zei dat de districtsgerechtshoven geen jurisdictie hebben om tussen te komen bij aangelegenheden van buitenlandse zaken. Van de executive branch, dat is denk ik de regering ook. Van de uitvoerende macht. De uitvoerende macht. Bisschop James W. Malone, president van de Katholieke Conferentie van de Verenigde Staten, prees hem voor zijn besluit. Daarbij zeggende dat het duidelijk maakte dat het geen
daar komt dus de quote, dat het geen religieuze zaak was, maar een publieke politieke zaak. De klagers appealed, dat weet ik. Gingen in beroep. Oh, de klagers gingen in beroep, ja. In de derde ronde, dus de derde hof, wees het beroep af. Zeggende dat, dus de quotejes, de Romeins-Katholieke Kerks heeft een unieke positie van bestuur over een soevereine territorium. Even kijken hoor, to control over, gives it advantages. Oh, oké, okay. Dat door zijn unieke positie van bestuur over een soeverein gebied, dat bepaalt dat het bepaalde voordelen heeft boven andere religieuze organisaties. Met andere woorden, we willen van dat de Romeins-Katholieke Kerk zogezegd regeert in Vaticaanstad. Ja. Ja. En die dus een eigen, tussen aanhalingstekens, land hebben. Ja, 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 ja. Daardoor krijgen ze ook het voordeel van deze ambassade te mogen hebben, dat andere kerken niet hebben, want die andere kerken hebben geen eigen land. Ik kan toch bijna voorstellen, ik maak even een grapje, maar dat iemand een Richard Bennett, en die zet gewoon een hek om zijn huis en een bord erop, en wij maken een vlag voor hem. En dan zijn wij gewoon inwonenden van zijn land, alleen we zijn eventjes, we verblijven in het buitenland, maar we hebben dan wel een stoel bij de Verenigde Naties. En dan willen we ook toezichthouderschap, om maar te beginnen. Kunnen we niet veroordeeld worden. Ja, kom, ik komt de verdomd belangrijke zin. Wat zeg je? Ja, precies. Hier komt de verdomd belangrijke zin. De ambassade geeft de paus het recht om toe te zien, om dichter toe te zien op de Amerikaanse burgerlijk bestuur. De public regering. Policy. De regering, ja. Zoals administered, even kijken, zoals het toegepast wordt door Romeins-Katholieke leken. Die zijn niet ingewijden. Een van die leken was rechter, hoofdrechter Fulham. Oh, die was ons eerst, die judge Fulham, ja. Wiens Romeins-Katholicisme kennelijk ontsnapte aan de attentie van, oh, van de klagers. Ah, de klagers hadden niet in de gaten dat die rechter een Rooms-Katholieker was. En vandaar natuurlijk zijn uitspraak in voordeel van de Romeins-Katholieke Kerk ging doen. Ja. Ja. Ik snap hem. Ai, 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 ai. Ja, 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 ja. Het is interessant, hè? Ja. En vooral de eerste deel van de zin. The apostolic nuncio enables Pontifex Maximus to supervise more closely American civil government. Dus die apostolische nunciatuur, die ambassade van de Heilige Stoel, geeft de Pontifex Maximus, de keizer van het Romeinse Rijk, de mogelijkheid om de Amerikaanse regering, en ik zal niet durven zeggen van dichterbij te observeren. Uh-huh. Ik zou zeggen van dichtbij te controleren en te sturen. Uh-huh. Ja, want dat is waar het in feite op neerkomt. Ja, supervisor is een baas. Als je bijvoorbeeld nog een keer mijn video herinnert van een paar weken geleden, vlak voor de verkiezingen in Amerika, heb ik daar ja zo'n video uitgebracht, They Are Laughing At You, en daar heb ik dat beeld laten zien van Hillary Clinton aan de ene kant en Donald Trump aan de andere kant van Cardinal Timothy Dolan, of Timothy Cardinal Dolan, de Amerikaanse paus. Hij is de hoogste katholiek in de Verenigde Staten van Amerika, de kardinaal van New York. En daarvoor had je Spellman en andere mensen die interessant waren, die we nog zeker eraan tegenkomen in de toekomst. Als we dat denk ik wel, ja, ja, ja. En die mensen zijn dus de machtigste mensen in de Verenigde Staten van Amerika. Niet de president. De president is een pop aan de stringen van die mensen die werken voor Cardinal Timothy Dolan. Ja. Of wie ook. Ja, of wie ook. Die post in heeft op dat ogenblik. Dat was ook nog even. Dat was ook met Donald Trump, dat hij die zat die verkiezingsretoriek te houden over dat hij een muur ging bouwen.
En toen kreeg hij foei van de paus. Mm-hmm. En toen wist hij niet hoe snel hij moest zeggen dat hij de paus een ontzettend aardige vent vond. Hij struikelde over zijn eigen schoenveters heen. Ja, het is allemaal theater. Het is allemaal theater. Ja. Laat je niet vangen in dit ratio studio. Ja. Goed, ik lees weer een stukje op, anders komen we er niet. Alsjeblieft. Ja. Hetzelfde imperium regeerde het heidense Rome in principe op dezelfde manier. De ambtenaren waren priesters van de verschillende goden en godinnen. En monetaire zaken, bijvoorbeeld, daarop werd toegezien door priesters van de godin Moneta. Priesters van Dionysus hadden toezicht op de architectuur en kerkhoven, terwijl priesters van Justitia met haar zwaard en Libera, geblinddoekt, die haar weegschaal omhoog hield, die regeerde de gerechtshoven. Honderden van priestelijke orders, bekend als het Heilige College, zagen toe op honderden gouvernementele instellingen, van het justitiële systeem tot met de bouw, schoonmaak en reparatie van bruggen. Geen brug kon gebouwd worden zonder toestemming van de Pontifex Maximus. Aha. Gebouwen, tempels, kastelen, badhuizen, rioleringen, havens, snelwegen, muren. Ik denk ramparts of cities, dat zijn de muren van steden zijn, denk ik. En de grenzen van de landen. Priesters hadden toezicht op bekeien en repareren van straten en wegen. Zagen toe op de kalender en op de opvoeding van de jeugd. Priesters reguleerden gewichten, maten en de waarde van geld. Priesters solemnized, verheiligden en certificeerden geboortes, doop, puberteit, wat is dat dan? Purificatie, confessie, ja, dat weten we dus. Adolescentie, huwelijk, scheiding, dood, begrafenis, excommunicatie, kanonisatie, verheerlijking, vergoddelijking. En adoptie naar families toe. Adoptie naar tribes, dus en stammen. En orders van de nobiliteit. De adel. De adel, ja. Priesters die waren de baas van de bibliotheken. Even kijken, maar dit is allemaal nog een pagan Rome, dit, hè? Ja. Priesters waren de baas van de bibliotheken, de musea, de veroverde landen en waardes. Priesters registreerden alle schatten. Priesters de trademarks, handelsmerken en symbolen. Priesters waren de baas van de publieke verering, dus de publieke religieuze diensten. Ze waren de aansturing van festivals, toneelspelen, vermaak, spelen en ceremonieën. Priesters schreven en hielden de toezicht over de testamenten. Is dat wills en testaments? Maar wij zeggen toch testamenten. En legal documents. Juridische wettige overeenkomsten. Ja, je kunt dat niet. Nou, ben ik even uitvertaald hoor. Nou, wat een Engels zeg. Waar je dus in feite op neer wilt is. Ja? Dat wij ons daarvan moeten bewust zijn. Dat al die dingen die je juist opgenoemd hebt in het heidense, Romeinse Rijk. Mm-hmm. Toen toegewezen waren aan priesters. En omdat al die dingen aan de andere kant toegewezen waren aan verschillende goden en godinnen. Ja. En dat is vandaag de dag niet anders.
Want doordat het heidense Romeinse Rijk zich gedoopt heeft met het christendom, hebben ze al die goden en godinnen overgenomen en de zogenoemde heiligen in het christendom gewoon onbenoemd. Ja. En een heel goed voorbeeld daarvan, en dat haal ik altijd aan, dat is het heel gemakkelijkste om te verstaan, dat is, je hebt als je naar de St. Pietersdom in Rome gaat, in de Vaticaan, heb je een statue daar zitten van Petrus. Die statue van Petrus is eigenlijk een statue van Jupiter. Die ze toen uit het Pantheon overgehaald hebben naar St. Pietersdom. En gewoon onbenoemd hebben. Diezelfde statue die op de ene moment in de heidense tempel Jupiter genoemd was, hebben ze naar St. Pietersdom overgebracht en hebben hem Petrus genoemd. Ja. En datzelfde hebben ze met al hun goden gedaan. Als je mijn boeklezing volgt, Babylon Mystery Religion, daar heb ik er verschillende bladzijden waar ik over al deze verschillende goden, en dat zijn dan major gods en minor gods, dus hoofdgoden en mindere goden overga, waar ik er twee bladzijden over noem. En ik denk dat we zelfs later hier in dit boek tegenkomen, dat je daar een tabel hebt van bepaalde dagen aan welke heiligen die toegesproken zijn en welke Romeinse god of godin daar eigenlijk tegenover staat. Ja. En dus dat hebben we vandaag de dag nog altijd. Dus als jij leest van, ja kijk, die mensen hielden zich toen der tijd bezig met het maken en repareren van de straten. Ze zien toe op de opleiding van de jeugd. Ze reguleerden de gewichten, de maten en de waarde van het geld. Dat is vandaag de dag nog altijd hetzelfde. Ja. Wie zijn vandaag de dag dan alsjeblieft de handelspersonen op deze aarde? Diegenen die de handel controleren. Dat zijn de Jezuïten. Yep. En hun pauselijke ridderordes die zij daartoe gebruiken om daar toezicht op te houden. Zoals in de eerste plaats vooral de Malteser ridders. Ja? En dat is heel goed beschreven in Openbaring 17. En dus al deze dingen gaan allemaal terug op die heidense op dat heidense Rome. Daar gaat het allemaal terug. Echt heel bizar. Ja. En ik zat er ook weer aan te denken vandaag, dat eigenlijk wist ik het al. Toen ik op mijn 12e kwam ik bij de Pinkstergemeente. En ging ik de Bijbel lezen. En toen was mij al duidelijk dat er iets helemaal niet goed was met het Romeins katholicisme. Ik zag wel andere christelijke mensen, gereformeerden. Die hadden allemaal gewoon sobere kerken. Het was gewoon een ruimte om samen te komen, verder niks. Maar gewoon mensen die dus een kruis in hun huis hadden met een afbeelding van een mens erop. En dan liefst ook nog een beetje bloed langs de spijkers. Ja. Ik wist toen al dat er iets niet aan deugde. En wat dan merkwaardig is dat nu ben ik er echt van overtuigd. Nu heb ik dit soort werken onder mij en kan ik jou met jou praten erover. En is het voor mij helemaal duidelijk. Maar het was toen knaagde het al. En het is al bij heel veel mensen al zo geweest. Zal ik weer een stukje lezen? Ja, of heb je nog even een commentaar? Dat mag je ook doen. Ja, je ervaring daarvan, je jeugd, vind ik zeer interessant. Want mijn ervaring in de jeugd was dat ik min of meer, ik zal maar zeggen, eigenlijk principieel protestants ben opgevoed. Want mijn moeder was was evangelisch, ja? Dus protestants. Maar mijn moeder, nog iemand in de kerk, heeft mij ooit erop gewezen wat eigenlijk het verschil is tussen protestantisme en evangelisch geloofssysteem. Dus ik heb eigenlijk nooit een verschil gezien tussen die twee. En omdat ik er geen verschil zag en mij dat Romeins-Katholieke dus absoluut niet aansprak, omdat iets in mij daartegen rebelleerde, om dat ook maar op een of andere manier te herkennen, heb ik het geloof helemaal opzij gelegd. En heb ik gezegd van, in die God, als dat God is, dat geloof ik niet. En daar wil ik niks mee te doen hebben. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En dat heeft mijn hele leven eigenlijk bepaald.
Daarom ben ik heel mijn leven door het leven gegaan en ik wilde met religie en God wilde ik niks te doen hebben. Gewoon omdat ik hem op de verkeerde manier heb leren kennen. Ja, ik snap het. En ik heb een heel goede vriend in Duitsland. Allee, ik had een heel goede vriend in Duitsland. Ik heb gelukkig onlangs nog een keer met hem contact gehad na enkele jaren stilte. Mm-hmm. Die was zelfs getuige op mijn bruiloft in de tijd. We zijn samen naar het leger geweest. We zijn samen naar het leger geweest. Een schitterende mens. En ik heb met hem ook geprobeerd daarover te gaan spreken. Hij zegt van religie en zo moet hij mij niks niet vertellen. Ik zeg, met die God wil ik allemaal niks te doen hebben. Ik zeg, maar kijk, zeg, geef mij eens een keer de kans. Ik zeg, dat komt daardoor dat je de juiste God nooit hebt mogen leren kennen. Die is je altijd al verborgen geweest. En vandaag de dag zijn zoveel mensen die uit de Romeins-Katholieke kerk uittreden. Mm-hmm. En zoveel mensen die uit andere kerken uittreden. Omwille van dat zij gewoon de God van de Bijbel daar niet in vinden. Ja. En in plaats van in de Bijbel dan op zoek te gaan naar God, gaan ze het allemaal van zich afwenden en gaan ze zeggen van ik wil daar helemaal niks mee te doen hebben. Mm-hmm. Het wereldelijke is voor mij veel belangrijker. En daarom leven we in een ignorante wereld gelijk dat we leven vandaag de dag, Perry. Dat is gewoon omwille van dat mensen gefrustreerd zijn, omdat ze de echte God niet kennen. Omdat hun nooit iemand de echte God getoond heeft. En wees nu eens eerlijk, wie gaat er nu beginnen? Neemt zich een Bijbel en dan ook nog liefst alsjeblieft de 1611 King James, want alle anderen zijn toch gecorrumpeerd, daar vind je Jezus heel moeilijk in. Uh-huh. En gaat nu ineens een keer beginnen de Bijbel te lezen, ofwel van het begin van het Oude Testament of in het begin van het Nieuwe Testament. En gaat dat aannemen wat daarin zit. Ja. Dat doet het toch niet. En dat is juist het probleem. En dat is, en in feite ben ik al een beetje aan het voorgrijpen, maar dat is een resultaat van het volgende kapitel dat wij in Rulers of Evil zullen lezen. Mm-hmm. Namelijk marginalizing the Bible. Ja, dat zie ik echt. De Bijbel marginaliseren. Ja. Of het geestelijke leven marginaliseren. Ja. Dat kunnen we eigenlijk nog veel beter gaan zeggen. Ja? Mm-hmm. En ik denk dat doordat je het juist voorgelezen hebt, die mensen moeten nog even een keer terugdenken aan onze eerdere uitzending, waar we al die mensen voorgelezen hebben, mm-hmm. al die katholieke senatoren en de laypersons, zoals dat noemt, die in de congres in het Huis van Afgevaardigden in Amerika gaan zitten en die dus toebedeeld waren aan al die verschillende dingen. Kun je je herinneren? Toezicht over de Federal Reserve, over transport, verzekering, opleiding, al die dingen die wij daar opgenoemd hebben. Ja. Maar dat is precies, hier gaan we precies op hetzelfde terug. En hier gaat er persoonlijk die zeggen van jongens, kijk, zo was dat vroeger in het heidense Rome. Toen was de priester verantwoordelijk voor die en die God, verantwoordelijk voor die en die dingen te regelen. En vandaag heb jij dat. Binnen de Romeins-Katholieke kerk nog altijd. En Romeins-Katholiek bestuur, zelfs in het representantenhuis van de Amerikanen. Uh-huh. Omwille van dat allemaal katholieken zijn, die hun eerste alliantie sferen aan de paus en aan Rome. En niet aan dat land in dat ze zitten, dat ze zogezegd vertegenwoordigen, waar ze zogezegd een eed voor sferen. Om dat land te verdedigen, gelijk Trump dan een paar dagen geleden zijn eed afgelegd heeft. Mm-hmm. Ja? Nu over de eedaflegging, jong, daar kunnen we 4 uren over bezig zijn, maar dan gaan we echt van de 100ste en 1000ste en miljoen. En pas op, dat is schoon, ik doe dat heel graag. Ik doe deze discussie over deze dingen, ik doe dat zo graag. Want de waarheid is zo gemakkelijk te begrijpen, ene keer je de leugen ziet. Weet je, als je ene keer de waarheid begrepen hebt, dan zie je deze gecompliceerde leugen overal. En waarom is dat zo gecompliceerd? Waarom moet je vandaag studeren tot je 6, 7, 28ste? Omwille van dat het allemaal zo gecompliceerd is. En waarom is het gecompliceerd? Uh-huh. Dat je denkt dat het moeilijk is. Ja? Het is gelijk dat ze ons vertellen, we gebruiken 10% van onze hersenen. Uh-huh. Nee, we zijn aan het maximale, min of meer, van het gebruik van onze hersenen aanbelangt. Maar dat gaan ze u niet vertellen. Want ze vertellen nu altijd 180 graden omgekeerd van dat wat waar is. En zij besturen vandaag de dag de staten nog allemaal precies zo als ze dat in het heidense Romeinse Rijk ook gedaan hebben. En het heidense Romeinse Rijk werd vervangen door het heilige Romeinse Rijk. Ja. Totdat het zijn wond krijgt en die wonde is dan weer genezen in 1929 en bang! 2017, daar zijn we met de bijna compleet genezen wond, waar we bijna terug dezelfde toestand hebben als van voor de reformatie, waar de paus als soeverein over de
toen bekende westelijke hemisfeer regeerde. Ja. En precies daar zijn we terug. En ze doen dat allemaal omdat ze dat onder een sluier doen die die mensen gewoon niet willen zien. Ja, wat maakt het uit als mijn volksvertegenwoordiger Romeins-Katholiek is? Ja, dan gelooft hij in Romeins-Katholicisme. Ja, maar dat is juist het probleem. Als hij Romeins-Katholiek is, dan is hij niet Belgisch-Katholiek, dan is hij niet Nederlands-Katholiek, hij is Romeins-Katholiek. Ja. Hij werkt en acteert en doet alles voor Rome. En de heer en meester van Rome, de César van Rome, die van zich beweert de vertegenwoordiger van Jezus Christus hier op aarde te zijn. Ja. Sorry voor die rant, maar dat... Ja, nee, maar ik vind het gewoon helemaal terecht dat je dat zegt. David Icke, die beweerde dan ook dat hij de wedergeboren was van Christus, weet je. En dan de paus, die beweert dat niet bij Terry Wogan. Dat was bij Terry Wogan hè, op tv. Dat ken je vast van dat moment. Hè. Maar de paus, die heeft het dus per decreet. Dat staat gewoon ergens in een boek. En niemand weet dat. Eigenlijk zou de paus bij Terry Wogan moeten zitten. Met zijn vissenhoed op zijn hoofd. En zeggen van, ja, die David Icke, die kan een beetje uit zijn nek kletsen. Maar ik ben het echt. Want hier zijn mijn papieren. Hij kan gewoon die papieren overleggen. En dan kan die Terry Wogan met zijn camera gewoon filmen. Dat de paus is de onfeilbare mens. En de plaatsvervanger of de stelvertreter, de vertegenwoordiger van Christus Jezus hier op aarde. Dan weet iedereen het tenminste. The Pope is not only God on earth, he is Jesus Christ hidden under the veil of flesh. Yes. Dat is de officiële benaming van de paus door de Romeins-Katholieke Kerk. Daar kan iedereen nakijken. Dat is geen verzweringstheorie die Jogler, Jörg en Perry Winkel hier een keer op de video gaan zeggen. Jongens, was het maar zo. Het staat overal geschreven. Gelijk wat ik daar straks zei met die discursie. All hail Caesar. Ja. The Caesar who now addresses you and to whom alone obedience and fidelity is due. Als ik het me juist herinner, zo stond het toen. Ik weet niet. Doet me in niks denken aan Adolf Hitler, hoor. Maar dat is exact hetzelfde. Dat is exact hetzelfde. Ja, maar natuurlijk, maar Adolf Hitler was toch ook niks anders, bij wijze van spreken, de keizer van Duitsland. Ja, precies. En die zat helemaal onder controle van iemand, ja. Maar ja, natuurlijk, maar gelijk die keizers vroeger. Al die keizers, keizer Karel en weet ik wat, al die keizers van het Romeinse Rijk. Hmm. En excuseer, dat Romeinse Rijk omvatte toen in feite het heel bekende, zogenoemde, tussen aanhalingstekens, avondland. Onze hele zogenoemde civilisatie. Mm-hmm. Dat was het heilige Romeinse Rijk van Duitser natie. Ja, mm-hmm. Want Duitsland, een Duitse deel, maakte een grootste deel daarvan uit. En die Duitse keizers, werden allemaal gekroond door de paus. Yep. Ja, de paus die de kroon geeft, is ook de paus die de kroon neemt. Ja. Ja, ja. Denk eens een keer aan Henrik IV. En de gang ja, naar dat verhaal. En de gang naar Canossa. Hè, waar dat hij over de Alpen 3 dagen op zijn blote voet heeft moeten gaan wandelen naar Canossa naartoe, om de paus om vergiffenis te beten na de excommunicatie. Gewoon omwille van dat als de paus een land excommuniceert, dan gaan de deuren van de kerk dicht. Dan kunnen die mensen geen mis meer bijwonen, ze kunnen de Eucharistie niet krijgen, ze kunnen niet meer trouwen, ze kunnen hun doden niet meer begraven, ze kunnen geen mis niet meer houden en alles erop en eraan. Wat denk je wel, hoe rap dat die mensen zich tegen de koning of de keizer gaan keren? Als dat is omwille van dat die keizer geëxcommuniceerd is. Ja. Daar zijn verschillende voorbeelden van. Je hebt hetzelfde in die tijd van de Magna Carta in Engeland in de tijd. Met koning Henry, denk ik was. Uh-huh. Je hebt hetzelfde met koning Hendrik IV in Duitsland in de tijd. Met de gang naar Canossa. Ja. Allemaal voorbeelden, jong, zo veel voorbeelden van wat er daar toen gaat gebeuren. Ja. Ja, en als dus al die dingen die wij juist opgenoemd hebben, allemaal in één keer niet meer marcheren, omwille van dat de Romeins-Katholieke Kerk een ban legt op het land, door te excommuniceren, dan heb je totale chaos, hè? Mm-hmm. Totale chaos. Ja, dat is... Er schiet me nog iets te binnen waar... En dat is de macht van de kerk, weet je. Ja. Ik denk, Luther heeft waarschijnlijk gezegd, als hij zijn bull van excommunicatie van de paus gekregen heeft, heeft waarschijnlijk iets gezegd zo van, ja, wat maakt het mij uit of dat jij mij excommuniceert of niet. Dat heeft op mijn zielsvrede
En op mijn leven heeft dat geen enkele invloed. Huh? Ja. Als de paus mij zou excommuniceren, zou ik zeggen van dank u. En dan interesseert mij nog geen bal. Ja. Je hebt met mij niks te doen. Jij bent mijn Heer niet. Jezus Christus is mijn Heer. Ja, precies. En die macht van die paus is wel verraderlijk. Want hij had natuurlijk ontzettend veel macht in die tijd. Dat met die aflaten. En iedereen geloofde erin. En iedereen dacht ook van... als je seks hebt, maar je bent niet van tevoren bij de priester geweest. En je bent niet getrouwd. Dat is allemaal zondig en zo. Ja, ja, maar goed. Maar goed, dat maar geloof goed. Is voorbij inmiddels. Dan moet je eens eventjes een keer de Bijbel bij de hand nemen. Ja, ik weet al waar je naartoe wil. Ga maar. Elke seks buiten het huwelijk is hoererij. Absoluut. En elke seks buiten het huwelijk wil zeggen van... Dus als ik niet gehuwd ben, als ik niet getrouwd ben... Ja. En getrouwd is gelijk God het bestemd heeft. Man en vrouw die elkaar... aan elkaar beloven tot het einde van hun leven. Punt. Amen en uit. Ja, precies. En niks anders. Zoals ik het ook al dus gezegd... Elke seks buiten dat huwelijk is hoererij. Dus seks voor het huwelijk... hoererij. Mm-hmm. Fornication, zoals het in Engels noemt. Ja? Dat is nog een ander ding. Daar, jong, als we daarover gaan beginnen... daar kunnen we een eigen uitzending over maken. Dat wordt een tiendelige serie. Ja, ja, maar dit gaat... Kijk, wij hebben het hier alleen maar... Wij bespreken dit boek, want dit bespreekt best nare, zondige aspecten van onze mensheid. Het is gewoon niet leuk. Rulers of evil. En die mensen die roelen zijn evil. En degene die geroeld worden zijn ook evil. Want daar heeft hij het ook over. Dan gaat hij op het einde van het boek nog overlopen. Of zeuren, zeg maar. Van ja, we verdienen eigenlijk niet beter. Ja. Michael Novak heeft dat eens een keer mooi samengevat in het Amerikaanse Jesuitenmagazine America in de jaren 80. Maar ik ga dat nu niet voor wegnemen. In kapitel 20 komen we daar tegen. En over even terug te keren, over seks natuurlijk. Eigenlijk vind ik dat als een man en een vrouw, als die seks hebben, dat is eigenlijk de huwelijksdaad. Als je dat gaat doen, als je bent allebei bij zinnen, hè? Je bent allebei nuchter en je gaat het doen. Dat is je moment, dat is je start van je huwelijk. Dat is de moment van de trouw. Ja. Ja, exact. Ik ben dan getrouwd hier voor de gemeente. Nou, jij snapt dat ik daar achteraf heel erg blij mee ben. Dat heeft mijn partij geld gekost. Ja, ik wist niet hoe duur dat was, jongen. Als je de Bijbel leest, jong, die mannen die daar getrouwd waren allemaal, die hadden allemaal geen ring onder hun vinger. Die hebben allemaal geen priest nodig gehad, die hun bij wijze van spreken getrouwd heeft. Ja. Nee, dat zijn twee mensen in overeenstemming voor God. Ja. Dat zij hun belofte aan elkaar verklaren en hun huwelijk consumeren. Dat wil zeggen van dat ze de act van geslechtsverkeer uitoefenen. Ja. En daardoor dat ze dat doen, dat is het ogenblik dat ze trouwen. Ja. Dat is de reden waarom dat ik verleden jaar met die vrouw in Duitsland, met die vriendin die ik de enkele maanden had, gebroken had. Mm-hmm. Oké. Okay. Het laatste gaat een beetje hard, maar je hoeft niet alles te vertellen. Dat weet ik. Maar het punt is gewoon van dat die mijn huwelijksaanzoek verbroken heeft, maar wel met mij naar bed ging. Mm-hmm. En mij dus in de zonde gedreven heeft. Hè. Mm-hmm. En daar heb ik gezegd van, daar ga ik niet mee, zeg. Uh-huh. Mooi. Ik vind wel goed dat je nog steeds probeert om met een vrouw... ik zoek er ook wel een, hoor. Ik denk dat ik er nog wel eentje ga vinden. Eentje die bij mij past. Nou, wel eentje die hetzelfde geloofssysteem heeft, dezelfde waarden heeft als ik heb. Die bestaat. Die vrouw die ik toen in Duitsland had, dat was zo een. Uh-huh. Maar spijtig nog, lagen we 18 jaar uit elkaar. Ik was namelijk 18 jaar ouder dan zij. Aha. Zij was pilschoon, ik ben potlelijk. Ja, maar dat mag als man. Ja, maar dan moet hij geld hebben. En dat heb ik gekocht. Oh, jij bent ook naar de Donald Trump cursus geweest. Je moet gewoon genoeg geld hebben. Dan winnen ze alles goed. Maar ik heb met haar maandenlang een relatie gehad. Ja. Die heeft het mij eigenlijk gegeven voor de rest van mijn leven, moet ik eerlijk zeggen. En nu... Ja. Ik kijk niet meer naar vrouwen. Het interesseert mij gewoonweg niet meer. Ik ben in dat opzicht ben ik gelukkig, gelijk Paulus.
je kent dat misschien, dat zijn drie staten van een eunuch te zijn. Dat zijn die zo geboren zijn. Dat zijn die die het uit hun geestelijke wil zo willen. En dat zijn diegenen die zo gemaakt worden door de mens, bij wijze van spreken door castratie, de eunuchen. Eunuch. Enig op zo. Ja, ik ben gelijk Paulus, hè. Ik laat me daar niet meer door verleiden, dat is voor mij is dat voorbij. Bij wijze van spreken, ik ben 50, ik heb het allemaal gezien. Er is op seksvlak niks wat ik mijn leven niet meegemaakt, wat ik wilde meemaken en wat ik niet meegemaakt heb. Dus in dat opzicht kunde mij niks meer laten zien. Interesseert mij niet meer. En ik vind geen vrouw die dezelfde waarden heeft en hetzelfde geloofssysteem heeft als ik. Ik heb die ene daar gevonden en daarmee is het voorbij. Spijtig genoeg. Maar je bent pas 50. Ik weet nog dat ik 50 was. Dus. Ja, maar ja, kijk. Als je weet hoe dat we elkaar hebben leren kennen en hoe dat we urenlang in alle waar gesproken hebben aan elkaar en hoe gelijk dat wij waren in al die dingen, dat bestaat geen twee keren. En dat was volgens mij, was dat nog een keer zo'n een teken van God, van kijk Jörg, dat geef ik jou nu eens eventjes, weet ik veel, reparatie voor je ziekte of zo en pak het mee en ik heb het meegepakt. Ik heb ervan genoten en goed en voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik ben gelukkig zoals ik nu ben en ik vind mijn rust en mijn vrede in Jezus Christus. Ja, ik volg je helemaal. Kan je nog een stukje verder lezen? We zitten over het uur en we zitten op een mooi punt, want we zitten op pagina 11. We zijn toch 5 pagina's opgeschoten. En anders dan. Ja, met een paar lege pagina's en foto's daartussen. Ja, maar toch 5 pagina's verder. Het hele boek is tegen de 300. En dan zitten we vlak bij het plaatje van Constantin. Want we zitten toch over het uur. En ik heb al wel gezien dat er zijn mensen die luisteren echt wel een kwartier of een half uur. Echt wel, hè? Nou, dat weet ik. En er zijn er ook bij die luisteren natuurlijk het hele uur uit. Dus, ik vind het een mooie. Die heb ik het liefst te begrijpen dat je de waarheid niet in 2 minuten kunt gaan inslikken. Helemaal zo. Kijk, het systeem is daarmee bezig ons van de weeg tot aan het graf de leugen in te lepelen. Mm-hmm. Ja? Uren en uren, 24 op 24, 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar, jaren aan een stuk. En dan verwachten ze dat ze de waarheid even kan vinden door 2 mannen die hier in een video een boekje aan het bespreken zijn en dat ze binnen 15 minuten weten wat de waarheid is? Het is een ontwenningsproces, denk ik ook, voor mensen. Ja, maar je moet vooral bereid zijn daar ook iets voor over te hebben. En als je daar niks voor over hebt om de waarheid te zoeken, ga dan terug slapen. Ja, precies. En wat helpt, wij hebben allebei een goede stem. En we hebben allebei taalverstand. En we hebben allebei geschiedeniskennis. Dat mag imponerend zijn. Ook voor een secularist of zo. Iemand die de Bijbel niet gelezen heeft. Kan nog steeds denken van, hé zeg, hier leer ik wel wat van. En op een dag gaat hij dan toch een keer de Bijbel openslaan. Hij gaat toch een keer controleren of... Het punt is, als je overal in de wereld zoekt, je vindt nergens niet de waarheid, behalve dat ene boek dat wij constant aanhalen. Daar staat het in. Dan moet je misschien dat boek toch eens een keer vastpakken en zien of dat we gelijk hebben. Ja. En er staat ook zoveel in. Ja. Dan staan de antwoorden op alle vragen die je hebt. Je moet alleen maar weten waar je ze moet zoeken. Toen met dat huwelijk van mij, ja. Toen ging... Ja, die moeder die maakte op een gegeven moment de uitspraak van... Jij gaat doen wat ik zeg. Of anders zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. En ik vond het een beetje brute uitspraak. Dus ik was er erg van ontdaan. En in die tijd werkte ik dus echt 60 uur per week als programmeur. Hè? Ik was altijd bezig met programmeren. Ik had wel wat anders aan mijn kop dan mijn kind kwijt te raken. Toen had ik mijn schoonmoeder aan de lijn. Haar moeder dus. Ik zeg, ja, wat ik nou aan mijn fiets heb hangen. Dat is een Amsterdamse uitspraak. Ja, ik snap het wel. Ja. Ik zeg, dit heeft ze gezegd. En mijn schoonmoeder is helemaal van, oh, wat erg. Jongen. En ze wist al dat ze voor die tijd al aan het vreemdgaan was. En toen zei ze, nou, dan moet ik het echt tegen je zeggen. Je moet Hosea gaan lezen. En toen ben ik Hosea gaan lezen. Dacht ik, En dat wist ik helemaal niet. Terwijl ik echt wel, ik heb best wel heel veel gelezen, ook in het Oude Testament. Toen las ik Hosea, denk ik, ja, zo kan je er ook tegenaan kijken. Hè, Perry? Zei ik dus tegen Perry, tegen mezelf. En toen ging ik er anders tegenaan kijken.
En positiever. En dat je iets meer vat hebt op je leven. In plaats dat je overgeleverd bent aan idioterie die je toch niet begrijpt. Nou, jij mag een afsluiting maken, mijn vriend. Ja, een afsluiting. Goed, lieve luisteraars, kijkers, toeschouwers van deze video. Wij zijn er maar in geslaagd om een kleine 3 bladzijden te lezen in dat boek Rulers of Evil. Als we aan dit tempo voortgaan, dan gaat het ons waarschijnlijk de rest 100 van dit jaar uitzendingen kosten. Ja. Dit jaar gaan kosten en een goede deel van het volgend jaar om daar door te gaan. Ja. Maar uiteindelijk moet je zoiets niet bemeten aan die tijd die je daarin steekt, maar aan dat wat je daaruit haalt. Ja, vind ik ook. En ik denk dat wij geprobeerd hebben jullie duidelijk te maken dat het heidense Romeinse Rijk nooit ondergegaan is, maar onder de noemer van het christendom en het heilige Romeinse Rijk verder geleefd heeft in het verleden en vandaag de dag nog altijd verder leeft. En Tapassosi toont het hier aan het voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Maar wees gerust, lieve toeschouwer, of dat je Belg bent of Nederlander of welke nationaliteit je ook mogen hebben. Het liefst heb je natuurlijk de nationaliteit van het Koninkrijk van Jezus Christus in plaats van één hier op de antichristelijke aarde. Zo zei het. Maar welke nationaliteit je ook hebt, elk land hier wordt geregeerd door de antichrist. En Tapassosi toont aan het Amerikaanse voorbeeld iets dat je over de hele wereld eigenlijk op dezelfde manier kunt zien. Yes. Hij toont je hoe ze het in Amerika doen en vraagt je uiteindelijk om je ogen te openen in je eigen land, in je eigen regio en te herkennen hoe het daar loopt. En je zult zien, het is allemaal hetzelfde. En wat is de casus knactus van deze dingen? Wat is de epitoom? Waar komt het in feite op neer? Uh-huh. Wij worden allemaal door de wetten die de civiele regering ons oplegt, omdat deze wetten gelijk zijn aan het kanonse wet, aan het Romeins-Katholieke kanonse wet, worden wij allemaal van begin af aan katholiek gemaakt. Of dat we willen of niet, of dat we het weten of niet, we worden katholiek gemaakt. En daar gaat het om. En pas op den ogenblik, als je dat beseft, krijg je voor de eerste keer in je leven een keuze. En je kunt kiezen welke Heer je wilt dienen. Wilde jij de Heer dienen die zijn eigen zoon gestuurd heeft om door zijn bloed te vergieten voor jouw zonde gestorven is? Of wilde jij diegene dienen die daarvoor gezorgd heeft dat de mens überhaupt eerst deze val heeft mee moeten maken. Ja. Die dan heeft gerepareerd moeten worden. Yes. Diende jij Christus of Antichrist? Die vraag moet je je stellen. Bedankt Perry voor de uitnodiging om weer dabei te zijn bij deze boeklezing van Rulers of Evil, Heersers van het Kwaad. Ik hoop dat we heel snel terug kunnen bijeenkomen en dit voort kunnen zetten. En ik hoop terug op een paar positieve reacties en ook negatieve reacties. Je mag ze sturen, maar lees. En als je dus zegt van dat boek, dat trekt allemaal op niks, dan zeg ik u gewoon van, bewijs mij met feiten, harde, knalharde feiten, de fouten in het eerste kapitel. Ja, en dan spreek ik er niet meer over. Absoluut. Jurk, je blijft nog even hangen. Jo. Ga ik er nu even afronden voor de luisteraars. Nou, jullie zijn natuurlijk net als ik ontzettend blij dat Jurk Liesman deze tijd voor ons heeft uitgetrokken om uit te leggen wat hij allemaal al wist. Want hij heeft het boek al vaker gelezen dan ik. We zijn niet zo heel ver opgeschoten. En Jurk heeft het totaal gelijk in dat in dit tempo gaat het dus 100 uitzendingen kosten. Misschien dat we de volgende keer wat harder gaan, maar misschien is het ook niet goed. Misschien dat we een hoofdstuk over gaan slaan of dat we alleen, dat we denken naar 30 uitzendingen of 33 uitzendingen is het goed genoeg geweest. Maar dan leer je echt dat dit de geschiedenis is die jou op school niet geleerd is. De waarheid is toch echt iets wat je vrijmaakt. En de leugen is iets wat je altijd aan je blijft knagen. Of je hem nou zelf hebt gedaan, of dat een ander tegen je gelogen hebt en je dacht dat het waar was. Dat is altijd net zo vervelend hoor. Dus lieverds op zijn hamburgers zeg ik tjus. En tot de volgende keer. En dan ga ik door met Jurk Liesman.